En er is Luc Vleugels, de burgemeester van Heist op den Berg. Meneer Vleugels, welkom in ons café. We zijn er in Heist, misschien grotere, er zijn er misschien... Ja, gezelliger kan moeilijk, maar misschien grotere. Alsjeblieft, gaat dank u zitten. Zeer, dank u zeer. Ja. Voor we aan het gesprekje beginnen, nog even zeggen dat u nog altijd vragen kan doorsturen op deze gesprekken hier. We gaan live een hele dag tot 8 uur vanavond. En dat betekent dus dat u ook hier kan een beetje inbreken bij de interviews. Als er wat op uw lever, op uw hart of op welk orgaan of wat er ook ligt, dan kan u het ons doorgeven. Ik heb nog een vraag eigenlijk voor de burgemeester van Rumst, voor Geert Antonio. Aan de burgemeester van Rumst, een lantaarn voor een weggetje, alsjeblieft. Waar elke week 100 rollen liggen en je ziet ze niet liggen s'avonds. Hij is al weg, maar we geven het door. Dat zullen wij ook doen, Monique uit Rumst. Ja, meneer Vleugels, goedemiddag. Welkom hier, CD&V-burgemeester in Heist op den Berg. Eind vorig jaar was er in uw gemeente een initiatief wat hier ook het nieuws heeft gehaald en wat we eigenlijk wel tof vonden. Dat was namelijk een sneeuwpiste die werd aangelegd in het centrum van Heist op den Berg. Om bergaf te gaan. Ik mag hopen dat het beleid in de gemeente de afgelopen jaren net het tegenovergestelde gedaan heeft. Ja, dat hoop ik ook. Inderdaad, die piste die is er inderdaad gekomen. Die heeft wel geteld 2 dagen overleefd, want de weersomstandigheden waren niet zo bijzonder gunstig voor sneeuw. Het was we zijn wat te warm, niet, ja, wat te warm, wat te nat en wat min, wat te weinig koud. En dat heeft toch weer wat leven gebracht, wat dorpsgevoel toch wel grote, drukke gemeente. Meer dan dat eigenlijk het gezien in elke gemeente niet. Het komt niet overal voor. Heel wat mensen zijn aan Heist op den Berg afgezakt om dat speciale nu eens te zien. Zowaar een ski-afdaling op het platteland hier. Bent u zelf ook naar beneden gegaan? Nee. Ik heb van onder naar boven gekeken, daar de richting dat waar dat het beleid moet uitgaan. Dus volgens u. Hè? Dat past bij u, inderdaad. U hebt geïnvesteerd in dienstverlening in Heist op den Berg, om het voor die heistenaar makkelijker te maken. Geeft u daar eens een paar voorbeelden van? Wel, ik denk dus dat de belangrijkste verwezenlijking op het gebied van dienstverlening, dat eigenlijk de complete omturning is van het gemeentelijk bedrijf, waar dat het vroeger eerder een klassieke overheidsadministratie was. Zijn we nu stilaan op weg naar een echt modern gemeentebedrijf, waar dat we vertrokken zijn vanuit een nieuwe dienstverleningsstructuur, waar dat bij gevolg een andere organisatiestructuur is gaan. Ja, het gaat sneller. En het mooie is dat de bewoners eigenlijk al een soort van voorsmaak hebben kunnen krijgen van die nieuwe dienstverleningsstructuur die te maken heeft met het ontvangen van mensen aan een balie en vervolgens al maar gespecialiseerde doorverwijzen indien nodig naar de juiste ambtenaar. Ja. En dat voorsmaakje is de bus geweest. De bus, dat wel, is wel het markantste feit van deze, het meest opvallende dan ook. Een rijdend gemeentehuis. Rijdend gemeentehuis die bedoeld was. U reist niet altijd mee, mag ik hopen. Nee. Zelfs nooit. Ik ga kijken wanneer ze stilstaat. Ja. Nee, het was eigenlijk bedoeld als vervanging voor de uitleenposten van de gemeentelijke bibliotheek, die onbetaalbaar duur werden en waar die eigenlijk niet meer rendeerden. En dan hebben we een bibliotheekbus doen rijden. U brengt ze bij de mensen? Wij brengen ze bij de mensen, ook onder elke kerktoren. Dus 11 van de kerktorens worden aangedaan, alle scholen worden aangedaan, alle woonzorgcentra worden aangedaan. Dat is toch een hele vooruitgang. En op die bus, daar maken de mensen meteen kennis met de nieuwe dienstverleningsstructuur van de gemeente eigenlijk ook. Het is de bedoeling, dat is het motto van de medewerkers op de bus, dat is van, komt er een burger binnen, hij wordt minstens 1 stap verder geholpen. En dat is precies de idee achter die moderne dienstverleningsstructuur, dienstverleningsconcept. Dat is, u richt zich tot een balie, men helpt u verder, men weet niet onmiddellijk het antwoord, maar men verwijst u door. Ja, meegaan met de tijd is dat eigenlijk. Je hebt ook heel wat inwoners van Heist op den Berg die ook al een tijdje meegaan, die ook aangepaste woningen soms nodig hebben. Zit u daar op een goede snelheid? Zit u op koers? Ja, zeker. Dus er zijn verschillende projecten lopende.
projecten die zich richten tot zorg voor ouderen, maar ook projecten die zich richten tot personen met een handicap. En er is zelfs een gemengd project in de maak waar dat zowel personen met een handicap als oudere personen terecht kunnen. Mm-hmm. We trachten van deze voorjaar nog de eerste steen te leggen van het project Wiekenvorst, Graanweg, zo heet dat, waar dat aangepaste woningen zullen gebouwd worden met 24/7 dienstverlening. En waar dat dus mensen ADL-hulp kunnen krijgen wanneer dat ze dat nodig hebben. Dus drukken op de bel en dan geholpen worden voor de activiteiten van het dagelijkse leven. Ja. Er is ook een inhaalbeweging geweest wat wegen en rioleringen betreft. Soms hoor ik zeggen, het blijft een beetje bij oplapwerk. Is dat waar? Nee, dat is niet waar. Dat is, ja, uiteraard moet er opgelapt worden, maar het, ja, wanneer dat, er een gat zich in de weg voordoet, kun je moeilijk anders dan oplappen, maar er wordt wel heel wat extra geïnvesteerd. Ook bijvoorbeeld vorig jaar hadden wij 107 of 108 belangrijke structurele wegenwerken. Werken dus aan steenwegen, maar ook aan de fietspaden, waar ook een inhaalbeweging zich afspeelt. We zijn vorige legislatuur, de legislatuur voor de vorige, zijn we begonnen met het ontwikkelen van wat wij noemen het spinnenwebconcept. Het spinnenwebconcept is als het ware zo'n soort van radiale verbinding tussen alle dorpen van Heistondenberg en zijn centrum. Dat is een eerste zaak, dus de radiale, de straalverbindingen. En dan is de bedoeling dat we daar dus met der tijd nog zo van die dwarsverbindingen gaan tussen maken, zodanig dat eigenlijk heel Heistondenberg bediend wordt met fietspaden. Ja, we zitten bij mobiliteit natuurlijk, ja. Het verkeer in het centrum van Heist. Een oostelijke rondweg, dat is er nog niet van gekomen. Dat is er nog niet van gekomen, dat is inderdaad... Men zou kunnen zeggen dat mobiliteit is wellicht datgene wat de Heistenaar het meest bezighoudt. Mobiliteit in al zijn toonaarden. Het vrachtverkeer, hoe gaat het vrachtverkeer vlot van oost naar west en van noord naar zuid, zuid naar oost. En daar is dan die rondweg een antwoord op. Hoe zit het daar dan mee met dat project? Wel, het is dus zo dat die rondweg is duidelijk volgens ons een weg van bovenlokaal belang. We hebben dat aangekaart bij de Vlaamse overheid en we wensen dan ook dat de Vlaamse overheid daar haar bijdrage zou doen. Vermits dat het een weg is die niet alleen dient voor Heistondenberg, maar ook voor de omliggende gemeente. Trouwens, in het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan van een van onze buurgemeenten komt onze rondweg voor. Nu, hoe zit het daar dan mee? Wel, die gaat er hoe dan ook komen. Die gaat er hoe dan ook komen en desnoods moeten we ze met eigen middelen betalen. Maar als een goede huisvader tracht je natuurlijk uw dingen te realiseren op een zo goedkoop mogelijke manier. En we vinden dat er een argument is omdat de Vlaamse overheid hier zou bijbetalen. Mm-hmm. Omdat, zoals gezegd, het gaat niet alleen... overstijgt eigenlijk het lokale gaat niet alleen over Heistondenberg en zijn industrieterrein, maar ook over industrieterreinen van omliggende gemeenten, bijvoorbeeld. Ja. Zijn er genoeg alternatieven voor mensen om die auto ook aan de kant te laten staan? Wel, hoe langer, hoe minder. Dat is ook een bezorgdheid, denk ik, van zeer vele Heistenaren. Het was al slecht gesteld met het openbaar vervoer in Heistondenberg, vooral in het zuiden van de gemeente. En het dreigt nog slechter gesteld te raken. Er zijn bepaalde buslijnen die helemaal wegvallen. En zo is er bijvoorbeeld geen verbinding tussen Heistondenberg Centrum en het zuiden. Dus zeg maar de grens van Vlaams-Brabant. Waardoor wat kan u eraan doen? Kamperen bij de lijn? Kamperen bij de lijn, dat is ongeveer wat dat we doen. Maar ook zeer stevig discussiëren op het vlak van een vervoersregio. Wij horen tot vervoersregio Mechelen, tot nader order. Vervoersregio Mechelen is een project, is een pilootproject waar wij dus al enige tijd aan de gang zijn met het discussiëren en het trachten een oplossing te vinden voor verschillende vervoersproblemen. Ja. En onder andere die lijn van noord naar zuid, Heistondenberg, dat is daar een belangrijke item. Ik ga nog even naar een paar realisaties. Ik ga ze opsommen. De restauratie van de kerken, de begraafplaatsen, openluchtsporten. Daar hebt u ook allemaal in geïnvesteerd. Ja. Ervoor gezorgd dat het industriepark is uitgebreid. Er komen nog wat bouwprojecten aan. Een nieuw zwembad, de muziekacademie enzovoort. U houdt ook de
deelgemeente in het oog? Wiekevorst, Pijpelheide? Meer dan in het oog, hè. Meer dan in het oog. Wiekevorst, de doortocht Wiekevorst, die gaat dus dit jaar starten. Mm-hmm. Dus in het voorjaar zal daar kom af van... Dat een dorpskern aanpakken. Dat is een dorpskern. Maar het eigenaardige aan de aanpak van dorpskernen in IJsselberg is dat wij trachten van ze niet alleen te beschouwen als wegen- en rioleringswerken, maar wij trachten ook die dorpen hun oorspronkelijke karakter terug te geven. Dat leven, die authenticiteit. Maar ook het dorpskern, bijvoorbeeld... Ietinchem hebben we dus deze legislatuur voltooid. Ietinchem is terug het dorp aan de Neten geworden. Het accent is daar naar de Neten verschoven. Wiekevorst bijvoorbeeld, dat zal het dorp van zorg worden. Het eigenaardige en speciale aan Wiekevorst, unieke aan Wiekevorst ook, is dat het gaat een dorp worden zonder enige drempel. Een dorp van zorg, zoals wij zijn. Het is eigenlijk eigenlijk een origineel concept in de zin van dat de moderne inzichten van woonzorgcentra, waarbij dat de vervlechting tussen instituut en de lokale gemeenschap wordt nagestreefd, wat dat daar geënt wordt op een lokale historisch gegeven. Een historisch gegeven van een op elkaar gericht zijn van, rusthuis en van zorg en van dorp. Waar dat die dus eigenlijk al jaren heel erg met elkaar, op elkaar gericht zijn. Okay. Dat gaat Wiekevorst zijn. Nu, maar over het algemeen is het dus zo dat dorpskern van Wiekevorst is één zaak. De kernen, de kerken, de kerkhoven en noem ze maar op. Eigenlijk wat het mooie is... het aantrekkelijke aan al die dingen bovendien is dus dat die kaderen allemaal in een bepaalde visie. Mm-hmm. Een bepaalde visie. We zijn vertrokken vanuit een visie. Een visie die wij graag platteland met pit noemen. Dus trouwens onze slogan ook. Dat betekent eigenlijk dat wij streven naar een plattelandsgemeente die de beleving heeft van een dorp, die voelt als een dorp, die de lieftalligheid, de kleinschaligheid, overzichtelijkheid, maar de voorzieningen, de diensten en de productie en de producten levert van een provinciestadje. Meneer Vleugels, een dorp met pit. Wij hebben een café met pint, maar daar bent u nog niet aan toe. We gaan nog even met u een spelletje spelen. De afronding van dit gesprek. Het is niet zo'n heel moeilijk spel, het is gewoon dobbelen. En eens kijken welk getal de bovenhand haalt. Letterlijk en figuurlijk. Voilà, dat vier. Is het cijfer 4, meneer Vleugels. Ja, heeft u de afgelopen 5 jaar wel eens een vreugdedansje gemaakt als burgemeester? Oei. Ik heb er eigenlijk veel gemaakt. Zeg er eens één. De hoogste sprong. De hoogste sprong. De meest uitbundige dans. De meest uitbundige, dat kan ik wel. Ja. Het is vooral een aaneenschakeling van heugelijke momenten geweest. Ik zou niet... Ik ben ook niet de persoon die zo gemakkelijk in extase geraakt. Ik ben eerder van een andere, kalmere aard. Men ziet mij niet zo vaak hoog springen om dingen... Ik tracht een staat van gelukkig zijn aan te houden. Dat eerder. Heel mooi. Neem dat vooral terug mee naar Heist op den Berg. Meneer Vleugels, bedankt voor uw komst. Dank u zeer. Tot ziens.